Grote delen van criminele organisaties zijn nog niet aangepakt, zegt president Chandrika Prasad Santokhi. Na het start zijn van de aanleg van een groenhartpark te Saramakka de vorige week, zei het staatshoofd dat er harder gewerkt zal worden aan de aanpak van het criminaliteitsvraagstuk. Maar wij hebben geëvalueerd en we hebben gemerkt namelijk dat voor wat betreft de categorie van de georganiseerde misdaad, de groep van de misdaad die gepaard gaat met veel geweld, dat er daar nog steeds exponenten buiten zijn en misschien nog grote delen van die criminele organisaties nog niet aangepakt zijn. Dus de opdracht die wij gegeven hebben en de nauwe samenspraak ook met het Openbaar Ministerie en de leden van het Nationaal Leger en Justitie en Politie, aanpassen van de operaties meer dadergericht. De president geeft aan dat er niet alleen surveillances zullen worden uitgevoerd, maar er zal ook dadergericht worden gewerkt bij de politie. Daar moet het Openbaar Ministerie leiding aan geven. Namen van personen zijn bekend. Er is informatie wie die personen zijn die achter deze ernstige misdrijven zijn. Gericht gaan aanpakken. En het leger is aanwezig. Samen met de politie in het binnenland ook. Met 200 militairen is het Nationaal Leger. En ook het Nationaal Leger, de minister is hier, heeft opdracht gehad. Dadergericht concreet bezig zijn. Om te zorgen dat deze personen die een dreiging vormen voor de samenleving, uit de samenleving gehaald worden. De eerste burger geeft aan dat de criminelen niet in de samenleving thuishoren en ze allemaal naar justitie gebracht moeten worden.